Goedemorgen, het is donderdag. Ik ben de dagen echt volledig kwijt. Ik weet niet of je dit herkent, maar het loopt allemaal in elkaar over. Het is donderdag, tijd voor een nieuwe vlog. Vandaag gaan de kids nog naar mijn ouders en dan daarna hebben we een lang paasweekend. Want we zijn allemaal vrij, vrijdag tot en met maandag. Dus dat is heerlijk. En nu zijn we aan het knutselen. Want dat was natuurlijk een van de taken van Niels. Oh, dat ziet er wel leuk uit zo. Een van de taken van Niels. Zijn takenlijstje van school. Dus ik ga het even laten zien. En verder hebben we natuurlijk nul plannen. Nou, dat is niet helemaal waar. We gaan digitaal paasbrunchen met de familie van Sven. Of avondeten, weet ik eigenlijk niet. En we gaan paasbrunchen bij mijn ouders. Wij zijn natuurlijk de gesloten cirkel nog steeds. Mijn ouders passen dus nog steeds op de kids. Verder zien we niemand. Dus we dachten, ja, dan kunnen we eigenlijk best wel een paasbrunch doen. Want ja, zij zien de kids de hele tijd en wij zien de kids de hele tijd. Dus als wij, zeg maar, wij houden dan wel de 1,5 meter afstand van elkaar. Dat kan natuurlijk gewoon aan tafel. Maar ja, in feite slaat het nergens op, want wij raken natuurlijk allebei de hele tijd de kids aan. Maar goed, we zien verder niemand. Ik moest de bank bellen voor iets gisteren. En toen bleek er ineens een hele mooie renteaanpassing te kunnen van de hypotheek. Stukje besparing, helemaal in mijn sas, dus dat moet ook gevierd worden natuurlijk. En we hebben getekend voor de keuken en de badkamer, dus ik ga het proberen nog allemaal even aan jullie te laten zien dit weekend. Want ja, dat begint ze allemaal een beetje vorm te krijgen, heel leuk. Maar ook heel gek in deze tijd hoor. Maar goed, ik ga even het knutselen laten zien. Het is het einde van de werkdag. Ah, ja, los. En dan proberen we altijd nog eventjes samen een ommetje te maken. Of tussen de middag. Hangt een beetje vanaf. Maar goed, nu wordt het nu. Ik ben me voor de korte hoek gegaan. Volgens mij kan het. Ik weet niet of je het gelach wordt uit de badkamer. Maar ze zijn... Oh, nu is het niet meer leuk. Maar ze hadden heel veel plezier. Ze zijn even aan het douchen. Ondertussen ben ik alles aan het opruimen. Klaarleggen, kleertjes voor morgen. Pyjamaatjes, alles. En een beetje aan het opruimen. We zijn net nog even naar buiten geweest. Want we hebben even wat grind gehaald. Dat gaan we uiteraard weer terugleggen naar hier. Maar we hebben zo'n plek met overschot aan grind. Dus ik dacht, nou, dat kunnen ze wel een paar dagen missen tijdens Pasen. Want we hebben de paastak neergezet. Daar zijn we eigenlijk niet van. Maar we dachten, in deze tijden is het een goed excuus voor knutselwerkjes. Zo hebben we vandaag dus paaseitjes gemaakt voor in de boom. Dan kunnen we helemaal het hele thema doorpakken. Ik moet nog even de was van de kids opvouwen en dan ga ik ze eruit halen. Tenminste, als ik het wel red qua tijd. Nou, dat wordt krap. Ik ga mijn best doen. In ieder geval Eden spullen, want die moet ik ook in de kamer leggen. Oké, even kijken hoor. Hier, deze is ook nog. Heel goed, pas deze weer aan. Weet je wat er staat? Touwtje trekken. Even kijken. Staat dat hier ook? Touwtje trekken staat. Kan deze, is ja. Deze het hoekje? Ja, we doen dat. Oké, heel goed. Ja. Zo, ik heb weer gesport. Ik ben nog steeds bezig met die... Ja, met die... Chloe Ting challenge. Ik moet zeggen dat ik hem niet elke dag doe. Maar dat ik wel alle dagen tot nu toe op. Volgens mij één dag niet. Van de afgelopen week, ruim week, niet heb gesport. Dus in die zin, bam. Maar mijn sportschool heeft eindelijk, volgens mij was de laatste sportschool van Nederland, ook online lessen. Mijn Zumba lesjes volg ik nu online. En nou ja goed, ik heb nu drie keer gezoombaat. En nee, dus wanneer ben ik begonnen met die challenge? Nou, ik weet, ik ben al best wel even lekker bezig, laten we het zo zeggen. Drie keer gezoomd en ik heb ook een keer gezoomd op een dag dat ik deze challenge al gedaan had. Nee, niet. Ik heb twee keer gezoomd, want ik heb
zondag weer doen. Ik ben allemaal een beetje in de war. Maar goed, dus ik ben lekker bezig. Een soort van compensatie voor al dat zitten. Ja, normaal beweeg je echt wel meer op een dag. Ik ben 's ochtends al heel druk met de kids. Maar natuurlijk de rest van de dag zit je eigenlijk alleen maar achter je bureau. En ik maak er wel een ommetje, maar dat is het. En we zijn net nog even naar buiten geweest al met de kids. Maar dat doen we natuurlijk hier ook aan. Het hangt van de weer af. Maar goed. Ja, je beweegt gewoon minder. Omdat je normaal ga je van vergadering naar vergadering. Je fietst naar je werk. Naar de opvang. Want je beweegt gewoon meer. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan doen we het zo. En ik ga niet de hele tijd elke dag sporten houden op, jongens. Maar ik vond het wel leuk om die challenge te doen. Ik moet wel zeggen, ik vind hem vrij pittig. En ik had ook even onderschat dat hij op sommige dagen best wel lang is. Dus ik doe eigenlijk nooit de optional die er dan nog bij zit. Soms is een dag optional nog een training. Ja, je bent niet goed. En ik vind dat er vrij veel herhaling in zit. Maar ik zal er wel wat meer over vertellen in mijn losse video dan. Mevrouw wilde graag de poes mee. Dat hebben we maar zo aangepakt. Klaas, wordt hij mooi? Maar had ik trouwens nog niet eens gezegd goedemorgen. Het is vrijdag. Het is nu 12 uur. Ik heb net nog allemaal dingen voor werk gedaan. En ik hoop dat ik daar nu zo meteen mee klaar ben als iemand nog reageert. Dan is het mooi geweest. We willen eigenlijk gaan picknicken, maar dan moeten we denk ik even naar buiten. We dachten picknick in de pui, maar dat is heel erg lastig. En geweldig paasboom. Paastak. Wij zitten lekker te picknicken in de eigen achtertuin. Dankjewel, schat. En dit veef 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, en waar is de 5? Daar. Nou, trek maar een lijntje. Heel goed. De 7. Heel goed. En waar is de 7? Daar. Kijk er. Dat is de 8. Oh. Dit is de 7. Juist, heel goed. Dan trek maar een lijntje. En we zijn er mee. Heel goed. We een mooie bos bloemen gekregen van mijn schoonouders. En ik heb nog wat tulpen gekregen van mijn werk. Die had ik dus eerst in die vaas staan, maar in een andere vaas zit de paastak in. Dus dan heb ik al deze tulpjes maar even hierheen verkast. En eigenlijk is deze bos natuurlijk niet helemaal in balans, want deze kant is voller, maar dan zit het voor de tv. Het is een roeien met de die manier, maar hij is wel echt prachtig, helemaal mijn kleuren. Verder zitten we lekker in de zon. Ik ben niet naakt, geen paniek, geen paniek. Lekker in de zon en aan het spelen. Heerlijk. Oh, dan is even deze puzzel op de 150 stukjes gemaakt. Ik heb even lekker een maskertje op. En we gaan zo lekker kaasje eten, filmpje kijken. Dat soort gekkigheid. Ik was net met Eden buiten. Hier zie je. Dus die gaat dan met Sven. Hardlopen tenminste, dus gaat dan fietsen en zwemmen hardlopen.
En nou goed, dat is helemaal prima. En dan ga ik meestal gewoon ook niet eten naar buiten. Soms fietsen we mee. Maar nu waren we dus even samen naar buiten gegaan. Moest baby mee. Baby is haar poep. Die heet baby. En dan moest even baby op een muurtje zitten. Baby moest mee bellen blazen. Nou, baby moest van alles. Baby had een hele drukke middag. Dat is echt zo komisch. Dat is echt zo jammer dat ik een camera niet bij me had. Ik heb helemaal kapot gelachen. Baby zitten. Nou, ik weet niet waar Elsa bij Marie gebleven is. Ik zoek het morgen weer. Dat ga ik al over. Ze is pijn aan mijn lijf. Ik weet niet wat ik gedaan heb. Oh. Maar goed, het was heel, heel schattig. Ze moest vanmorgen al met de poes in de rugzak op pad. Nu moest baby dus in de rugzak mee. En op de fiets en ze had allemaal wilde plannen. Maar goed, we hebben nu lekkere kaasjes liggen. Ik zal weer uit die verpakking zien te worstelen. Ik ga nu even wijntjes voor ons doen. Even kijken. Ik denk dat Sven dacht dat ik het glazen had gewassen. Dat is niet het geval. Het is alleen ongespoeld. Dus die moet ik nog even wassen. Maar hij staat nu onder de douche. Dus dat komt zo. Dan gaan we nu even het journaal kijken. Want ja, dat doen we sinds de coronacrisis eigenlijk ook wel de hele tijd. Tenminste de hele tijd. Het 8 uur journaal. Dus dat gaan we nu even doen. En dan een filmpje. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik heb het gevoel dat mijn ogen een beetje aan het ontsteken is, maar ik weet het. Ik trof net Elin aan. Op een hele fijne manier. Het kan zijn dat ze een puzzel van 1000 stukjes heeft omgegooid. Lukt dat? Ja, doe eens in de bak. Goed hoor. Fabulous. Ik weet ook niet waar die lag. De meeste heb ik zeg maar daar helemaal bovenin liggen. Dus dat kan het niet geweest zijn. Maar deze blijkbaar niet. Wat ik wel ontdekte, is dat ik daar nog babykleertje heb. Dus ik ga even kijken wat erin staat. Dan ga ik hier nog even langs brengen bij mijn bestie. Poppetje. De van de webkik hier. Oh, wat lief. Ik vond nog een berg aan. Een potje dat Elin heeft gehad. Een berg aan oude kleding van Elin. Dus dat wil ik even langs gaan brengen bij vriendinnetjes. Eentje weet ik al, die heeft al een kindje en die weet ik ook dat die nog wat extra kleding heeft gekregen. Maar, dus daar ga ik een beetje langs brengen, bij de ander dan wat meer. Als ze thuis zijn, ik krijg volgens mij nu een appje. Maar ik moet er ook echt, ik word heel nostalgisch ervan. Ik heb net iets daar neergelegd, maar ik denk van, oh ja, toen ze nog zo in de mini was dat ze dan aan had. Ik had net echt een heel schattig klein dingetje. Even kijken of er wordt gestuurd. Ik heb nu trouwens zo'n popsocket aan mijn telefoon. Want ja, je doet nu toch meer met je telefoon op het werk en zo. Oh. Dus dan is dit wel makkelijk voor mijn kleine vingers. De mannen zijn heerlijk aan het kopen voor Pasen. Ze hebben al, dit worden appelbroodjes. Dus we gaan nu met de hartige cake bezig. Lekker, dit is uit dit boek. Dat hebben we ooit gekregen. Sunny Good Food. Nog nooit uitgekomen. Dat wel, mama. Ja. Die had ik gevonden opeens. Ja, die had jij opeens gevonden. Hè? Die lag in de koelkast, in de boekenkast. Ja. Want toen we hem kregen was Niels nog een beetje klein voor koken. Maar nu natuurlijk niet meer, hè Niels? Nee. Nee. Dus. En ondertussen ben ik eventjes naar wat andere zaken aan het kijken. Een beetje verlabberd uit, maar we hebben net buiten weer gedanst in de buurt met de kids. En nu kwam de kostersbestelling binnen. Het stinkt echt heel heftig. Het moet echt even wassen. Het is heel chemisch ruikend, maar ik ga het even laten zien. Deze trui met 3/4 mouwtjes bij kosters was alles voor de helft van de prijs. Ik vind het normaal altijd vrij duur bij kosters, maar de helft van de prijs, dan wordt het interessant. Dit is gewoon een basic sweater met een beetje poofy mouwtjes. 3/4, ook wel leuk. En deze trui
Met pofmoutjes. Super cute. Dat vind ik echt heel ideaal. Zeker voor al die quarantainetijd loop ik eigenlijk altijd in een sweater. En ik heb trouwens van alles van de kosten een S op één ding na. Zal ik zo even zeggen. Dat is een M. Maar dit is allemaal S. Die net aan had ze ook een S. En dat klopt denk ik wel redelijk naar maat, zeg maar. Dus vind ik heel cute. En dit is een M. Dit is een fijn basic hemdje. Maar dan met bredere bandjes. Aan de achterkant heeft hij ook een zeg maar, vierkante hals. En je kan het wel een beetje zien, denk ik, in dit licht. Dat er hier een soort dubbele laag zit. Had voor mij over het hele hemdje gemogen, maar het vind ik wel een makkelijke basic. Dit is dus een M. Ik vind bij dat soort strakvallende dingen vind ik het altijd lekker om iets relaxer te hebben. Behalve natuurlijk als het echt te doen is dat het shaping is. Maar dit is natuurlijk gewoon normaal. Dus deze. Dit is dus zeg maar mijn favoriet van deze aankopen. Dit is een, het is een heel zwaar soort spul. Het is een soort dun geweven materiaal. Als je wilt niet focussen. Juist. Zie je? En dit vind ik ook een mooi detail. Dat strakke mouwtje. En hij valt gewoon een beetje los. V-hals. Dan heeft hij hier nog een soort leuk opengewerkt. Hij is dus echt heel zwaar. En hier nog een dingetje. Een splitje. Dus ja, dit vind ik echt een hele leuke trui. Deze ga ik heel veel dragen. Dat weet ik nu al. En dan als laatste deze jurk. Maar die is van de Zara. Ook heel leuk. Een, ik weet welke maat het is. Ook een S. Deze heb ik altijd voor de kids van alles bij de Zara besteld. Want alles is te klein voor ze. Met een splitje. En mijn witte benen. Super basic. Hij voelde alsof hij niet mooi zou zitten. Maar ik vind hem juist wel heel leuk zitten. Zwem vond hem ook wel leuk. En ik vind dit soort lengtes is heel ideaal met kinderen. Omdat je met kinderen de hele tijd aan het bukken bent. Dus ja, dit vind ik heel cute. En dit heb ik dus besteld. Zeg maar de bestelling die ik voor de kids had gedaan. Want ja, die zijn uiteraard allemaal uit hun zomerkleren van vorig jaar gegroeid. En aangezien nu het heel warm is, hebben we ja, even wat nieuwe dingen aangeschaft. En grappig. En dat past aan. Ja, Elen wil het allemaal niet passen. Ik heb er nu één shirtje aan gedaan, zodat ik de maat wist. Die staat super cute. Niels die wil het altijd juist wel allemaal passen. Dus, maar goed, misschien komt het bij Elen nog. Mijn nagels zou ik ook echt wel even doen. Het is echt verschrikkelijk. Oh, stelt gelukkig niet raar. En nu ga ik mijn make-up eraf halen. En dan gaan we relaxen. We zijn gisteren trouwens hebben we Tiger King gekeken. Wat een bizarre serie. We hebben hem redelijk gemist dat we de 3 afleveringen hebben gekeken. Wat voor ons vrij veel is voor een avond. Maar was intens. Vanavond gaan we verder, denk ik. Mijn eigen shoplog ligt ook nog achter me. Tenminste, een shoplog wat ik net liet zien. Maar dan gaan we nog even zien wat ik voor de kids heb gekocht. Als eerste voor Niels een nieuwe zonnebril. Zoals allemaal van de Zara op een paar dingetjes na. Voor Elin een hoedje, want haar hoedje was te klein. Even kijken, voor Niels een pet, want zijn pet was ook te klein. Ik vind deze trouwens nog steeds heel ruim, maar hij vindt hem super leuk. Dus ik dacht, nou prima, want je kan hem gewoon nog wel verstellen. Ik vind hem echt heel cool. Maar hij is voor 3 tot 5 jaar, Niels is 4, dus het zal wel. Voor Elin dit jurkje, overgooiertje. En ik dacht, dit kan ze met lange mouwen, met korte mouwen, gewoon zonder iets, zeg maar. Dus dat is wel heel ideaal. Morgen gaan we hem aandoen met paas. En dan dit lichtblauwe shirtje eronder. Super cute. Dan voor haar dit een beetje grijzige shirtje. Ze heeft nu ook een shirtje aan. Dat wilde ze dan voor één keer dan wel passen. Maar dan wilde ze daarna natuurlijk ook niet meer uitdoen. Maar deze grijze vond ik ook heel schattig. Even kijken. Voor Niels. Dit joggingbroekje met een beetje een ribbeltje erin. Dat hij het een beetje oppikt in de darkness. Oh ja. En voor Niels nog wat basic shirtjes. Deze. En dan een beetje een turquoise of zoiets. En een beetje mintkleur, een beetje frisse kleurtjes. Hij heeft alleen maar al zijn shirts aan gewoon tot op zijn buik. Het ziet er niet uit. Bij Zalando. Nee, deze nog van de Zara trouwens. Dit panterbroekje. Dit vind ik dan weer mega groot ogen. Maar maat te klein is echt te klein. Dus ik ben heel benieuwd. Dus
is een beetje in between. Dit is een 92. Vanaf 18 tot 24 maanden. Nou, ze is 20 maanden zoiets. Ik kan niet meer rekenen. 20 maanden zoiets. 20, 21 maanden. Dus ruim anderhalf. Dus ja, je zou zeggen, dit moet passen. Ik heb er nu een broekje aan van vorig jaar. Omdat ze zo dun is, was het vorig jaar te los, zeg maar. En nu is het prima. Ik ga nog een broekje wat we vorig jaar hebben ingenomen. Dan hebben we het echt over maatje 74, soms 80 misschien. Soms zelfs nog kleiner. 62 heeft soms mensen zelfs ook nog. Ja, Niels heeft dat eigenlijk ook met korte broeken. Zijn korte broeken kunnen bijna allemaal nog, omdat hij gewoon zo mega dun is. Ja, dus dat kan eigenlijk nog prima. Maar ja, t-shirts en zo, dat kan echt niet meer. En voor haar heb ik nog een lengtje, want ook lengtjes worden te kort. Dit is gewoon een zwart lengtje van Next. Dit is via Zalando. Niels had daar echt nog een heel vet shirt van een dino. Die ga je morgen zien, want die gaat hij morgen aandoen. Wil die met zijn nieuwe broekje aan. Echt een heel vet shirt van Dino van een merk wat ik niet ken. Maar dat is in ieder geval via Zalando. Dus ja, dit is wat ik voor de kids heb gekocht. En dan kunnen ze denk ik wel even weer vooruit. Dat betekent wel dat ik de kast even op moet gaan ruimen. Maar ik denk dat ik dat lekker voor morgen laat. Ik heb nu voor de kids een placematje gemaakt. Gekleurd. En een eierverfsetje. En natuurlijk ook voor Niels. Ik is weer. Wauw, mooi Elin. Eken. Ja. Ook op het eitje doen, hè? Mooi. Nou moet ze drogen, want kijk, die is al helemaal aan mama's badjas. Ja, kijk. Ja, oh, maar je moet eerst drogen. Ga ik een nieuwe laag erop doen, ja? Oké. Okay. Ja, die. Ja, ja. Wacht even, moet even. Ja, maar je biebelt te veel. Nou, dat kan je niet op je nagels meer, liever. Goedemorgen, zoals je al hebt gezien is het Pasen en Elin en ik hebben matching nagellak. Ze wilden het ook, ze wilden het overal op haar vingers, voeten en dan nog een laag en voeten ringen toen meteen af. Maar goed, dit is mijn paasdoek, ik zal het even laten zien. Dit jurkje heb ik ooit bij ASOS in de sale gekocht, dus het zal er niet meer zijn, ik heb ook geen idee waar het van is. Omslagjurk, ik vond het wel heel erg... Pasen. En we gaan nu nog eventjes naar buiten. En dan hebben we daarna onze digitale paasbrunch. En dit is de tafel. Stukjes weer. Er komen zo nog meer schermen bij. En dan zijn we compleet. Zo, bijna kant aan sessie. Ja, ik heb hem af. Natuurlijk. We hebben lekker de boer weer open en we gaan eventjes wat tijd zetten pakken voor het moodboard. Want dan gaan we er mee aan de slag. Ja, kids zijn allemaal VT-woners en ik weet het allemaal niet. Zo, de kids zijn even in bad geweest, want zonnebrand en zandbakken. Match made in heaven, maar niet voor mensen die niet van zand houden zoals ik. Nee, dus ze zijn even lekker in bad geweest en ik heb van de nood een deugd gemaakt. Ze hebben een ijsje in bad gegeten. Want Svenny had van dat echte biologische bosbessenijs gekocht. Gewoon zo'n waterijsje. Ik had om perenijs gevraagd. Ik zei, oh nee, niet bosbessen. Want dat is natuurlijk, die vlekken zijn echt verschrikkelijk. Dus we hebben dat nu in bad gegeven. Heel goed idee, want daardoor zat niet alles onder. Maar goed, ik heb dus van de nood en deugd gemaakt. Ik heb mijn make-up eraf gehad en heb mijn wenkbrauwen geverfd. Kunnen er weer tegenaan. En nu ga ik een Batman poppetje en een... astronaut in mijn hand houden en dan aan de hand daarvan kiest Niels tegenwoordig zijn dekbed.
Hij heeft twee dekbed overtrekken, allebei van de H&M trouwens, mocht je afvragen. Eén met sterren, grijs met witte sterren en één grijs met zwarte Batmans. Batman logo's, wat weet ik van wat het is. Hij vindt het altijd heel moeilijk om te kiezen, want hij vindt ze allebei zo leuk. Dus tegenwoordig doen we dat met een Lego poppetje kiezen. Dus dat ga ik even pakken. Dan weet ik wel wat ik meneer moet klaarmaken. We zitten weer aan het paasontbijt. We hebben croissantjes, eitje, suikerbrood. Ik doe altijd denk aan wintersport van die kaasbrood. Okay. En zo meteen natuurlijk nog eitjes geschilderd. We gaan lekker met ons inner circle paasbrunchen. Dat zijn de mensen, de enige mensen ter wereld die we tegenwoordig wel op minder dan 1,5 meter afstand zien. Ik heb een bakje neergezet. Als je er een vindt, kan je in het bakje. En jullie moeten maar samen verdelen daarna. Waar zijn de eitjes, Elin? Elin. Goed zo, Niels. Elin. Oh, ik kan open. Ik kan hem opeten. Ja, maar doe maar eerst in het bakje. Kijk, die staat. Elin. Ik heb maar één gevonden open. Ja, goed zo. Ik zag het, ja. Een blauwe bloem. Daar. Hi. Daar. Zie je hem? Zie je het eitje? Nee. Ja. Laat hem maar zelf vinden, Niels. Zie je hem, Elin? Hier, ik heb er nog één. Goed zo. Yay, ik heb nog één. Nou, we waren even gezegd bij mijn ouders. Ik heb volgens mij alleen het eierenzoek even gefilmd en een klein stukje van het wat op tafel stond. Het was heel gezellig. Ik zag dat ik aan heb deze trui van posters die ik niet zie. En deze broek van Zara, schoenen van Stradivarius. Nu is het best wel laat. Het is nu 3:30, dus we gaan even rustig aan. Kijk Niels, zo'n spinnetje. Mag ik kijken? Zie je hem? Ik ga even kijken. Zie je hem zitten? Hij is heel snel. Kijk, ja, zullen we hem naar buiten brengen, Elin? Ja. Oké, kom maar. We hebben een spinnetje. En dan hier zit al zo'n speciaal bekertje met een groot glas. Kun je hem zien? Zo, ik zit eventjes. De kids zijn even aan het douchen. En ik moet zeggen, ik zie weinig voordelen aan het hele corona gebeuren. Gaat het mittens? Maar groot voordeel is natuurlijk dat je meer tijd met je gezin hebt. Dat is ook een uitdaging. Maar wat ik vooral vind is zeg maar de ochtend- en de avondstress, die is zoveel minder. Omdat je hoeft niet te haasten om 's ochtends iedereen op tijd op alle plekken te hebben. Scholen kunnen eraf blijven, jezelf op je werk, met broodtrommels, jassen, alles bij de hand en dat soort dingen. Dus dat ochtendritueel kan relaxter. En dan ben je nog steeds op tijd op je werk, zeg maar digitaal. Bewijzen van. En 's avonds. Want we zorgen nu gewoon dat we gewoon op tijd de computer uitzetten. Met eten beginnen. Normaal moet je dan nog naar huis toe. De kids ophalen. Iedereen is moe. En dat soort dingen. Dat is nu allemaal veel relaxter. Nu kunnen we op tijd gaan douchen. Normaal is het altijd allemaal een beetje hol op de dagen dat we douchen. Nou. Dus dat vind ik wel echt een groot voordeel. Dat je gewoon echt een beetje die enorme race tegen de klok, zeg maar, hebt. Dus wil ik toch ook even delen, een stukje positiviteit. Iets minder positief is dat Mittens allebei de kids heeft gekrapt vandaag. Dat doet ze echt nooit. Maar we waren hier aan het sporten en ik was met de kids aan het zumba. Dus aan het dansen. Ja, en dat is gewoon. Zij zat erbij en ze keek een beetje. Maar ze zit dan achter de leunen van de bank, zeg maar. Ze zit dan daar, dus ze ziet dan af en toe iets voorbij komen. Dus als een kind dan ineens voorbij loopt met de arm eroverheen, ja, dan tak. Dus ja, dat was even wat minder. Maar gewoon niet gericht naar de kids door, helemaal niet. Maar gewoon meer een soort defense, dat ze denken, er komt iets, ik
moet het hebben. Maar goed, dus dat was even minder. Maar bij Niels zie je er niet eens als van. Eden had wel echt een beetje bloed. Maar goed, ze was heel blij met haar Elsa pleister. Dus die had daar verder ook. Ja, dit is natuurlijk gewoon voor allemaal een beetje schrikken. Maar inmiddels is dus nu, die vindt dat dan heel erg. En die schrikt daar zelf ook van. Dus die is nu een soort van half aan het hyperventileren. Maar het gaat nu alweer beter. Ik ga eventjes met haar zitten. Even ter zen. Maar ja, dus komt. Gaat het, mop? Ja? Ik ga er even heen. Na de werkdag zijn we weer herenigd. Je hoort Niels een filmpje op de achtergrond, die tegenwoordig zelf ook filmt. We hebben lekkere pasta. Wij hebben met erwten courgette pasta. En zij hebben gewoon volkoren macaroni erbij. En daarmee ga ik ook de vlog afsluiten voor deze week. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Heel veel succes en sterkte weer de komende week. En tot volgende week.